We bevinden ons hier in het Mekka van de Koninklijke Bibliotheek, in het magazijn Bijzondere Collecties, waar een groot deel van onze topstukken staat. Het werk van Maria Sibylla Merian is echt een van onze super topstukken. Het is een fantastisch boek en we zijn er heel trots op dat wij een exemplaar van de eerste druk uit 1705 hebben. En dan ook nog een ingekleurd exemplaar. Wow. Superb. Incredible. Maria Sibylla Merian. It's so simple. Without the slightest doubt, she is, because she lives on, but she was the greatest painter of plants and insects who ever lived. And here's one of her masterpieces. I can't believe it. Zij is een van de eerste geweest die onderzoek gedaan heeft naar de transformatie van insecten, van ei naar rups naar vlinder. En ze heeft dat echt heel gedegen en zorgvuldig gedaan. If you know anything about butterflies and caterpillars, it takes your breath away. It's so wonderfully well done. And there's such a feeling of calm and the peace of a great naturalist. She was a brave girl. She was a brave girl to paint the results of the devil's work turning into the work of God. En ze is naar Suriname gegaan, heeft een huisje gehuurd in Paramaribo, is vervolgens met een bootje de rivier afgezakt naar verschillende plantages en heeft overal rondgekeken. En er was ook iemand die schreef van ja, dit past toch helemaal niet, dat zo'n vrouw daar een beetje door de bossen van Suriname gaat kruipen. Maar ze deed het en ze onderzocht. I mean, just between you and me, she's the greatest woman that ever lived. You can keep Catherine the Great. Maria Sibylla Merian is the real heroine of all our civilized times. Je ziet bij dat boek dat de kleuren van de pagina's spatten en het is zo geweldig dat iemand 200 jaar, wat zeg ik, 300 jaar geleden dit zo vast heeft weten te leggen en zo heeft kunnen weergeven. Dat is echt, ik word er heel blij van. Het is een unieke gelegenheid om een topstuk van de Koninklijke Bibliotheek bij je thuis te halen en zelf te kunnen meegenieten van de prachtige platen die Maria Sibylla Merian getekend heeft. Dat kom je niet elke dag tegen. Het is een boek van een halve meter hoog. Dus het is ook een facsimile op ware grootte, want zij tekende insecten ook echt in op ware grootte. En dat helemaal begeleid met inleidingen en wetenschappelijke tabel enzovoort, geeft eigenlijk een unieke kans om zo'n boek bij je thuis in huis te halen. I wish I'd met her.